Het is weer 3 maart, dus vandaag is de Nintendo Switch jarig. Hij is alweer 7 jaar geworden. En in deze video zet ik de 10 beste games van het afgelopen jaar op een rijtje. Mag ik een felicitatie in de comments? Doe een duimpje omhoog en abonneer voor alles over de Nintendo Switch. Nummer 10. Detective Pikachu Returns. The name's Pikachu. And I'm what you might call... a great detective. Alle games in deze lijst moeten dus uitgekomen zijn tussen 4 maart 2023 en 3 maart 2024. En Detective Pikachu Returns kwam uit op 6 oktober 2023. Detective Pikachu Returns is niet zomaar een Pokémon game. Nee, in deze game ga je met Pikachu op zoek om mysteries te ontrafelen. Zo wordt er bijvoorbeeld een Cramorant misbruikt om een edelsteen te smokkelen. En samen met Harry Goodman moet je gaan uitzoeken wie dat allemaal heeft gedaan. Daarin krijg je hulp van allerlei karakters zoals Rachel, Myers, maar ook van heel veel verschillende Pokémon. Hier zie je er bijvoorbeeld een paar langskomen in de newspapers. Het draait hier dus niet om de beste Pokémon trainer te worden of het beste Pokémon team samen te stellen. Nee, je moet aan de hand van allerlei hints dus op zoek gaan naar wie de misdaden hebben gepleegd. Alle missies duren minimaal een uur, dus je mag er even lekker voor gaan zitten als je zo'n mysterie wilt ontrafelen. Maar visueel ziet deze game er echt heel leuk uit. Kijk bijvoorbeeld hoe je een mysterie oplost met Growlithe en Darmanitan. Ja, ik heb me best wel vermaakt met deze game. Misschien moet ik deze game toch nog maar eens een keer helemaal uit gaan spelen, want tot nu toe ben ik tot de derde missie gekomen op mijn YouTube kanaal. Nummer 9. Pikmin 1 plus Pikmin 2. Pikmin 1 en Pikmin 2 zijn origineel GameCube games. De GameCube was een van mijn favoriete Nintendo consoles. Misschien wel mijn favoriete Nintendo console. Het was in ieder geval de allereerste die ik kocht van mijn eigen spaargeld. Dus deze game brengt heel veel herinneringen terug. Grafisch gezien kunnen ze ook nog best wel goed mee eigenlijk in deze tijd van de Nintendo Switch. Ze zijn een beetje opgepoetst waardoor het er echt nog wel best wel leuk uitziet. En samen met de gekleurde Pikmin ga je op ontdekkingsreis door mysterieuze dieptes waar je allerlei gekke wezentjes tegenkomt en deze moet overmeesteren met de specifieke krachten van de verschillende Pikmin. In deze bundel krijg je niet één Pikmin game, maar zelfs 2 Pikmin games voor de prijs van 1. En dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Dit was de originele trailer van Pikmin 2 voor de Nintendo GameCube. En inmiddels zijn zowel Pikmin 1, 2, 3 als 4 op de Nintendo Switch te spelen. Dus hoe meer Pikmin je wil, hoe beter. Ga ze checken, het zijn superleuke games. Nummer 8. Super Mario RPG. Dit is ook weer eens een keer een andere Mario game. Het is een RPG Mario game van een klassieker die helemaal geremaked is. Deze game werd niet per se heel goed bekeken op mijn YouTube kanaal, omdat ik denk dat het niet echt een YouTube game is. Maar het is wel echt super leuk om zelf te spelen. Je kan heel rustig gaan, lekker je teampie vormen, aanvallen uitkiezen en plannen. En ondertussen is de story ook echt nog wel prima. Je ziet allerlei nieuwe vijanden, maar ook oude bekende vijanden. En er zijn zelfs vijanden die je helpen in dit avontuur. Ik denk dat het probleem is dat YouTube-kijkers gewoon heel graag heel veel actie willen in games. En dat heeft deze misschien wat minder. Het draait veel om strategische gevechten. En dat is nou eenmaal minder interessant voor YouTube. Maar ik heb me prima met deze game vermaakt. En daarom staat hij ook wel zeer terecht in de top 10 van het 7e levensjaar van de Nintendo Switch. Nummer 7. Disney Illusion Island. The perfect place for an island picnic. We all know about your adventures. Zo heel af en toe komt er toch nog een exclusieve Nintendo Switch game die niet door Nintendo zelf is gemaakt, die dan toch heel erg vet is. En dat is Disney Illusion Island. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy en Donald gaan op avontuur in deze exclusieve Nintendo Switch game. Het is een 2D platformer met heel veel uitdaging. Alhoewel, in het begin is die best wel simpel, maar wordt steeds moeilijker. Maar wat mij vooral aanspreekt aan deze game is de artstyle. Het is een superleuk tekenstijltje. Je kan deze game in je eentje spelen, maar ook met z'n vieren. Dat is ook echt super geinig. Tussen de missies door krijg je ook echt geweldige filmpjes te zien in een hele leuke getekende stijl, waardoor je echt veel meekrijgt van ook nog een verhaal wat hier echt wel in zit. Ik denk dat je deze game het beste kan vergelijken met de 2D Rayman games van vroeger, waar je ook door de levels heen moest springen, zweven, klauteren. En dat is wat deze game ook heel erg
erg goed maakt. De gameplay is echt heel nice. Het steltje is leuk. Voldoende uitdaging. Dit was misschien wel mijn grootste verrassing van dit jaar op de Nintendo Switch. Disney Illusion Island. Nummer 6. Prince of Persia, The Lost Crown. En dit was een andere hele grote verrassing. Gemaakt door Ubisoft. Prince of Persia The Lost Crown is net als zijn voorganger in deze lijst een 2D platformer. En deze heeft wel een iets ander stijltje dan de Disney game. De Disney game was heel vrolijk en deze game is wat duisterder. Wat meer bij Prince of Persia past natuurlijk. De game is ontzettend goed ontvangen door allerlei criticasters. En ze vergelijken het zelfs met de Metroid games. Qua moeilijkheidsgraad en qua gameplay. In eerste instantie waren er wat twijfels of dit nou de Prince of Persia game was waar iedereen op zit te wachten, want men wilde heel graag toch wel een 3D game. Maar uiteindelijk werkt deze game fantastisch en loopt de hele community weg met de game, krijgt hij overal hoger dan een 8. En dat is best verrassend te noemen. Ubisoft ontwikkelt zijn games altijd voor meerdere platforms, dus hij is ook op PC, PlayStation 5 en de Xbox te spelen. Maar jij kan hem ook doen op de Nintendo Switch als jij daar zin in hebt. Prince of Persia, The Lost Crown. Oh, en twijfel je nog, dan kan je ook gewoon eerst even een demo proberen. Dat is ook altijd fijn. Nummer 5. Pikmin 4. Net hadden we al Pikmin 1 en 2 in de lijst, nu Pikmin 4. Een hele lange tijd was de Pikmin franchise best wel een beetje dood, maar toen kregen we opeens weer een nieuw Pikmin game genaamd Pikmin 4. En het leuke aan deze game is dat er ook een hondje is geïntroduceerd die je helpt in dit avontuur. Hier zou je hem hebben. Owachi! Er is weer een space shuttle neergestort en wij moeten ons best gaan doen samen met alle Pikmin om de bemanningsleden weer op te sporen. Maar dat gaat niet zomaar. We zullen obstakels moeten verwijderen uit de wereld, vijanden moeten uitschakelen en dan moeten we erachter komen waar alle bemanningsleden zich bevinden. Oh, mooi bruggetje trouwens. Dit zijn de verschillende Pikmin-types. We hebben de rode Pikmin, die kunnen tegen vuur. We hebben de blauwe Pikmin, die zijn goed in het water. En zo hebben alle Pikmin hun eigen specifieke krachten die ze kunnen helpen in dit avontuur. Pikmin 4 is weer net wat uitgebreider, net wat mooier dan zijn voorgangers. Dus ik raad je aan om eerst de andere Pikmin games te spelen en om lekker dan af te sluiten met Pikmin 4. Wie is dit trouwens? Heb jij alle Pikmin games al uitgespeeld? Laat het even weten in de comments. Nummer 4. Mario vs. Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong is alweer de derde remake die je in deze lijst kan vinden. Was dit een beetje het jaar van de remakes, of toch niet? Daar gaan we zo achter komen. Mario vs. Donkey Kong is in ieder geval een hele fijne afwisselende puzzelgame om eventjes wat anders te doen dan de klassieke Nintendo games. Of is dit juist de klassieke Nintendo game? Want dit is een beetje waar het allemaal mee begon voor Nintendo. Mario tegen Donkey Kong in kleine puzzelleveltjes. Donkey Kong heeft allerlei klein Mario speelgoed verstopt en gestolen en Mario moet zijn best doen om deze weer terug te vinden. Uiteindelijk sluit je ieder level af met een gevecht tegen Donkey Kong. En natuurlijk komen alle bekende karakters uit de Mario franchise weer tevoorschijn. De uitdaging zit hem om ook alle cadeautjes te pakken die je overal in de wereld terug kan vinden. Uiteindelijk is dit denk ik niet de allermoeilijkste Mario game, maar wel een hele vermakelijke. Op dit moment zijn we in volle gang om deze game uit te spelen op dit YouTube kanaal. Dus als je dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren. Daar help je mij heel erg mee. Oh, en ook van deze game is natuurlijk gewoon een demo beschikbaar. Nummer 3. Hogwarts Legacy. Ik ben waarschijnlijk nog nooit zo hyped geweest van een trailer dan van deze game. Ik moet wel toegeven, ik heb Hogwarts Legacy op de PlayStation 5 gespeeld en niet op de Nintendo Switch. De beelden die je hier ziet zijn ook niet van de Nintendo Switch. Dus ik weet niet of deze game per se heel goed draait op de Nintendo Switch en hoe mooi die daarvoor is. Maar man, wat heb ik genoten van Hogwarts Legacy op mijn PlayStation 5. Ik was zo onwijs hyped om mijn eigen Hogwarts avontuur te beleven dat ik zelf naar alle locaties kon
kon gaan die ik ken uit de boeken en uit de films. En dat ik aan de slag kon met toverspreuken en natuurlijk deze fantastische beestjes. Ook het rondvliegen door de wereld was geweldig. En natuurlijk wilde je al deze duistere vijanden verslaan. Hogwarts Legacy is een aardige open wereld game waarin je door middel van toverspreuken je weg door de wereld leert te banen. En vooral de sidequests zijn echt fantastisch. Je wordt gedwongen om na te denken over goed en kwaad. En de beslissingen die je neemt kunnen echt belangrijk zijn voor het vervolg van een bepaald karakter. Als je van game houdt en je houdt van Harry Potter, dan moet je deze absoluut proberen. Eindelijk had ik het gevoel dat ik zelf ook gewoon een beetje kon toveren. Super vet. Nummer 2. Super Mario Bros. Wonder. Is Mario Bros. Wonder misschien wel de beste 2D Mario game ooit? Misschien wel. In de basis is Super Mario Bros. Wonder al een fantastische game. Je vliegt er lekker doorheen. Het is weer super ingenieus hoe de levels allemaal zijn gemaakt. Maar op het moment dat je een wonderbloem pakt, dan verandert het hele level. Kijk maar eens. Dit is zo'n wonderbloem. En dit is vervolgens wat er gebeurt. De wereld begint opeens volledig te leven. Objecten waarvan je altijd dacht dat dat gewoon stilstaande objecten waren, die kunnen nu opeens ook dingen zoals deze buis die opeens een rups begint te worden. Super Mario Bros. Wonder voelt voor mij gewoon af en toe als een game in een game. Je hangt midden in een level en opeens verandert het hele level. En dat is echt fantastisch. Voor mijn gevoel is dat ook iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt in een 2D Mario game. En dat is iets wat Mario Bros. Wonder wel echt heel erg uniek maakt. Al met al een ruim verdiende tweede plek in dit lijstje. Ik denk dat die meer dan terecht is. En ik denk dat je dan wel kan raden welke game er op nummer 1 staat dit jaar. Nummer 1. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Toen ik deze video maakte over het eerste jaar van de Nintendo Switch, stond Zelda Breath of the Wild op 1. En dit jaar staat daar Tears of the Kingdom. Want man, wat was dit een fantastische game. Breath of the Wild was dus in jaar 1 mijn favoriete Nintendo Switch game. Maar Tears of the Kingdom is eigenlijk veel beter. Het is een soort van Breath of the Wild plus een Underworld en het feit dat je de lucht in kan. Het zijn dus eigenlijk 3 werelden in 1 voor mijn gevoel. En waar in Breath of the Wild mijn grootste kritiekpunt nog was dat ik de Divine Beast niet zo heel cool vond, zijn die nu vervangen door echte kerkers, echte dungeons. Het begin van Zelda Tears of the Kingdom was echt fantastisch. Het eerste uur waarmee je daadwerkelijk ook het gevoel hebt dat Zelda een hele belangrijke rol speelt, vond ik heel erg tof. En hoe dat dan uiteindelijk samenkomt, wat de rol van Zelda is geweest, ja, ik ga niks spoileren, maar man, dat is zo'n geweldig verhaal. Dat was een ander kritiekpunt op Breath of the Wild, dat het verhaal een beetje ondergedompeld was en niet echt bekend was. Nou, in Tears of the Kingdom is dat ook echt een stuk beter uitgewerkt. Destijds gaven mensen Breath of the Wild misschien wel ook zo'n hoog cijfer, omdat hij tegelijk met de Nintendo Switch lanceerde, wat natuurlijk fantastisch was. Zo'n geweldige Zelda game met de release van de Nintendo Switch. Maar Tears of the Kingdom doet er echt nog een schepje bovenop. De bazen zijn echt fantastisch en op een soort van Minecraft-achtige manier kan je ook allerlei apparaten bouwen die je helpen in het avontuur. En ja, nogmaals, ik vind de Zelda in deze game echt geweldig. Ganondorf trouwens ook, die is echt fantastisch in deze game. Die heeft een hele mooie rol gekregen en hij ziet er echt geweldig uit. Ja, dit is voor mij misschien wel de perfecte Zelda game. Samen met Twilight Princess en The Wind Waker komen die volgend jaar in deze lijst. Misschien wel. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar jullie top 10. Laat hem achter in de reacties. Misschien heb ik bepaalde games wel totaal gemist. Maar hou er dus rekening mee dat dit alleen games zijn die tussen 4 maart 2023 en 3 maart 2024 zijn uitgekomen. Like de video, abonneer en dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!